Het middelpunt van Nederland vind je in één oogopslag op de rand van de Veluwe en de Gelderse Vallei bij het prachtige dorp Lunteren. Een dorp dat bij de gemeente Ede hoort en met haar naaste omgeving in meerdere opzichten het middelpunt van Nederland is. Waar vind je in een betrekkelijk kleine omtrek zo'n bijzonder en gevarieerd natuurgebied met zo'n grote verscheidenheid aan markante bezienswaardigheden? Komend vanuit het noorden zie je al in de verte het stuwwallencomplex waar de Goudsberg een bekend onderdeel van is. Een reliëfrijk gebied met veel bos, heide, stuifzand en toeristische trekpleisters. De ontstaansgeschiedenis van de Goudsberg heeft zichtbare sporen achtergelaten. Een gelaagdheid van prehistorie tot heden. Een markant moment in de tijd is de tweede helft van de 19e eeuw. Door het opheffen van de marken, het oude gemeenschappelijk grondbezit, kwamen de woeste gronden in handen van veel particulieren. Op zijn beurt heeft notaris Van de Ham deze gronden opgekocht en in de jaren 90 van de 19e eeuw bebost. In 1912 is bij testament dit bezit van de notaris overgegaan naar de lokale bevolking en is daarvoor de stichting het Luntersche Buurtbos opgericht. Een gedenkboom in het bos herinnert hier nog aan. De stichting beheert veel natuurgebied en is zeer actief in het herinrichten, uitbouwen en attractief maken van het zeer gevarieerde culturele erfgoed. Bovenaan de Goudsberg gekomen zie je de zogenaamde Hessenhut, een waar kunstwerk van hout en staal. Het is een uitkijkpunt waar je een fraai uitzicht hebt op de Gelderse Vallei richting het Veluwemeer. Je bent hier nog maar een paar honderd meter verwijderd van het middelpunt van Nederland. Deze unieke plek is onlangs vanwege het grootschalige Goudsbergproject volledig vernieuwd en heringericht. Midden in stalen ringen ligt daar de grote steen die het geografische midden van Nederland markeert. Naast deze steen liggen twee andere stenen en samen wijzen ze de richting aan van de zonnewenden op 21 juni en 21 december. De locatie van het middelpunt van Nederland wordt op diverse plekken in de omgeving aangegeven door stalen driehoeken met daarop vermeld de juiste afstand. Je kan het dus niet missen. Ook zijn er meerdere informatieborden waarop fiets- en wandelroutes staan aangegeven. Mocht je met de trein naar Lunteren komen, dan vind je op het station al het eerste bord met uitgebreide informatie. Het is desgewenst mogelijk om onder leiding van de natuurgids een groepswandeling te maken. Als je vanaf het middelpunt van Nederland iets noordwaarts loopt, kom je bij het Witte Wievengat, waar kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Aan de rand van het zandgat staat de notarisbank. Je hebt daar alweer zo'n prachtig uitzicht. Ga je een paar honderd meter naar het zuiden, dan zie je de grote voormalige zandgroeven en het zogenaamde schietgat. Middels een gloednieuwe tijdlijntrap daal je af naar de zandgroeven. In en om de zandgroeven kun je heerlijk wandelen en zul je na korte tijd een kleine zandverstuiving ontdekken. We gaan nu richting het Wekeromse Zand en passeren daarbij de Germaanse Put. De waterput in het zandgat is een reconstructie van een 2300 jaar oude put die daar is opgegraven. Hij diende als watervoorziening van de bewoners van de nabijgelegen Celtic Fields. Het Wekeromse Zand van 538 hectare is een levend stuifzandgebied met daaromheen heide en een grove dennenbos. Aansluitend is er een landbouwgebied, waaronder de bekende Celtic Fields. Bij de Celtic Fields kun je te weten komen hoe mensen daar ruim 2000 jaar geleden in de ijzertijd leefden en hun boerenbedrijfjes runden, compleet met de zogenaamde raadakkers. Er is een boerderij nagebouwd en een spieker, dat is een kleine opslagruimte. Als je net na het ploegen over de nabijgelegen akkers vliegt, zijn nu nog de contouren van de eeuwenoude raadakkers te zien. Aan de zuidkant van het Wekeromse Zand ligt een voormalige vuilstort. Ook al is het een stukje kunstmatige natuur, is het niet minder mooi en heb je er alweer zo'n adembenemend uitzicht over de omgeving. Deze berg is het volgende onderdeel van het Goudsbergproject. We willen het hier en daar herinrichten en er een Belt Vedère van maken. Een naam die deze berg vanwege het prachtige uitzicht ruimschoots verdient. De vele zandpaden in het Goudsberggebied zijn ook ideaal voor ritjes met paard en wagen.
De avontuurlijke reis zit er bijna op en we gaan nu weer over een hessenweg richting Lunteren. Daar staat op de Galgenberg de uitkijktoren De Koepel, een rijksmonument. De koepel is een geschenk van notaris Van der Ham aan de Lunterse bevolking. De toren is 22 meter hoog. Bij de koepel krijg je een korte uitleg van vrijwilligers. In en om de koepel worden regelmatig evenementen georganiseerd, waaronder concerten en een kerstmarkt. Op de eerste twee verdiepingen zijn wisselende kunstexposities. Op de derde verdieping vind je de expositie Hoog van de Toren als permanente dependance van Museum Lunteren. Nadat de schoolklassen de korte uitleg hebben gehoord, gaan de leerlingen om de beurt in groepen als een speer naar boven. Nu heb je tijdens deze boeiende reis al meerdere keren op grote hoogte gestaan en ben je in diepe zandafgravingen geweest. Waar vind je in ons land in zo'n betrekkelijk kleine omtrek zoveel hoogteverschillen en bezienswaardigheden? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de muur van Mussert, het Pinetum de Dennenhorst en de Eendjesvijver waar je kunt gaan kijken. In het souterrain van bezoekerscentrum Museum Lunteren kun je er alles over te weten komen. Daar is veel te zien, te lezen en interactief te ontdekken. Het bezoekerscentrum is vooral ook een belangrijke informatiebron voor het buitenmuseum. Dat zijn de vele bezienswaardigheden rondom Lunteren waarvan we net het een en ander hebben gezien. De betreffende terug in de tijd informatie vind je ook door middel van de vele kiekkasten die overal zijn geplaatst. Het Museum Lunteren wordt gerund door veel vrijwilligers. Ze houden het museum dynamisch en organiseren regelmatig boeiende exposities met een grote verscheidenheid aan thema's. Bijvoorbeeld een uitgebreide expositie van de hoeden die de vrouwelijke Tweede Kamerleden dragen tijdens Prinsjesdag. Na je bezoek aan het museum en het bijbehorende bezoekerscentrum kun je goed geïnformeerd een uiterst boeiende tocht gaan maken. De Goudsberg heeft veel hoogte- en dieptepunten, maar een bezoek zal je dag maken tot één hoogtepunt. Ga snel op pad en ontdek zelf waarom dit gebied het middelpunt van Nederland is.